What you want? We zijn vandaag hier in Soumange bij Josquin. Waarom? We hebben hier een JSB Fasttrak 7270, 270 pk, hun demotrekker. Waarom zijn we hier? Heel simpel, ze hebben een hele mooie keeper erachter hangen. Speciaal gebouwd, ook voor achter de Fasttrak, met een smaller chassis, waardoor meer stuuruitslag is. De keeper is geveerd, heeft een optrekbare vooras, is gestuurd, loopt perfect achter de machine. De Fasttrak is voorzien van schijfremmen rondom, is verder voorzien van 3 ABS systemen, 1 op de linker achterwiel, 1 op de rechter achterwiel en 1 op de vooras. Verder is de Fasttrak voorzien van vering rondom, hydropneumatisch, dus het systeem van Citroën in principe, met niveauregeling op de voor- en achteras. De Fasttrak is voorzien van een heel chassis, van voor tot achter, wil zeggen dat er niks aan elkaar gebouwd is. Het is gewoon een vrachtautochassis in principe. In het midden zelfs 60 cm hoog. Waarom? We krijgen geen torsie op de motor, versnellingsbak. Die hebben geen krachten te weerstaan wat normaal niet op een versnellingsbak horen. Motor van de Fasttrak, 6,7 liter Cummins motor, Tier 3, 170, 200, 230 of 270 pk. Het voordeel van de Cummins motor is een hoog koppel bij laag toerental. Het voordeel daarvan, in combinatie met de vering, is dat je de vermogen heel goed op het land op het weg kunt overbrengen. De wielen blijven ten alle tijde aan de grond. Het rijden met de Fasttrak is net als rijden met een vrachtauto. Je zit rustig in de cabine, je zit mooi centraal, je hebt goed overzicht op de weg. Je kunt met één hand naar het stuur 70 km per uur rijden. De hefinstallatie hangt aan de achteras van de machine. Waarom? De achteras volgt het land. Daardoor kun je ook beter met qua diepteregeling werken. Qua ploegen, met eigen, kun je alles beter instellen. In een touchscreen kun je eigenlijk in principe alles inprogrammeren. We hebben maar heel weinig schakelaars aan de zijkant zitten van de machine. Je kunt hier inprogrammeren de verschillende modus voor draaien. Een drive mode, een akker mode of een power shift mode. Kopbakker management, heel belangrijk. Om 5 werktuigen instellen. Per werktuig kan ik 15 functies instellen. Ik kan allemaal elkaar koppelen op tijd, op snelheid, op afstand kan ik ze instellen. Belangrijk, je kunt dan alles met één druk op de knop, gaat alles gebeuren wat je hebt ingeprogrammeerd.